Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven Nederland. Er vielen stevige buien, soms ook met onweer. En die buien trokken allemaal van west naar oost. Ook vanavond hebben we nog met de buien te maken, maar de kans op onweer neemt in de loop van de avond af. En het aantal buien wordt vanavond ook geleidelijk kleiner. De wind waait stevig aan zeewindkracht 6. In de nacht valt er nog slechts een enkel buitje en komen er bredere opklaringen. In het binnenland neemt de wind dan af, kan het wat nevelig worden. Aan zee gebeurt dat niet. Temperaturen 11 tot 14 graden. Morgen overdag blijft het grotendeels droog. De kans op een bui is zeer klein. Niet warm, 16 à 17 graden. En vooral in de middag waait er weer een stevige westenwind. Vrijdag houden we die wind ook en is de kans op een bui weer wat groter. Ook trekken er meer wolkenvelden over het land. Het weekend ziet er heerlijk uit, staat dan weinig wind en bij zonnige perioden wordt het 18 tot 21 graden. Vroeg in de ochtend kan het echter wel mistig zijn. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.